Ach, het kan nooit kwaad, moet de beer tegen gedacht hebben, toen ze eind 89 een pop begon te gebruiken om tekenfilmpjes aan te kondigen, samen met de omroeper. De keuze viel op Samson, een knuffelhond. Het bleek een gouden idee. In geen tijd was Samson bij Jeugdig Vlaanderen geweldig populair. De BRT, ook niet van gisteren, bouwde meteen rond Samson een heus programma uit. En ook dat liep meteen als een trein. Dan heb ik zo'n beetje nagedacht over, ja, wat kunnen we doen om dat omroepen naar kinderen toe iets aangenamer, iets speelser, iets grappiger te maken. En dan dacht ik, ja, misschien kunnen we er iets naast zetten. Een dier of een marsmanneke. En toen kende ik Danny en ik wist dat Danny zich bezighield met het poppenspel. Ik heb gezegd, ja, we kunnen iets aan Danny vragen of hij niks weet wat we ernaast kunnen zetten. Zo is het eigenlijk. Hallo, dag jongens en meisjes. Welkom hier op TV1. Het is vakantie. En... Geert, ja? Leuk dat ik tijdens vakantie bij jou mag komen zitten. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik heel tof. Ja. En ik mag ook aankondigingen maken, hè, Geert? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Ja. Ik ga zeggen, Geert. Ja? Wat moet ik zeggen? Ah ja, wat er allemaal te zien zal zijn. Er is film, er is circus, er is... Het is... Oh ja, ik weet het wel. Ja, doe maar. Ik ga zeggen, dag meisjes, dag jongens, dag hondjes allemaal. Nu komt het circus! Voilà. Ja. Geert, ja. Wanneer moet ik dat zeggen? Nou ja, nu, we zijn nu in beeld. Oh, kunnen ze ons nu zien overal? Ja, overal waar de tv op staat, zijn wij nu met z'n tweeën te zien. Tof, hè? Geert. En wat is er? Ik durf niet, zeg jij het maar. Dat jullie weer kijken. Meisjes en jongens, dames en heren, hier zijn ze dan, Samson en Gert. Hallo allemaal. We waren met drie man de baan op, Danny, ik... En een tijdje mijn broer nog, die het decor opzette, die het licht, het geluid deed. Dus dat was een heel klein ploekje. Helemaal in het begin zetten wij zelf nog dat decor op. Dat was zo'n decor, je kunt dat nu zien. Dat waren zo wandjes uit stof, heel licht. En die werden dan langs achter vastgezet bij sergeantjes. We hebben daar heel erg van genoten. We hebben ook ontzettend hard gewerkt. Ja, onmenselijk hard. Ik kan dat, ja, bon, ik heb er ook voor gekozen. Ik vind dat top. Ik kijk daar met heel veel plezier naar terug. Maar we hebben niks voor niks gekregen. We hebben zo hard gewerkt. Morgen, En er wordt wel eens beweerd dat kinderen graag dat geweld zien. En dat kinderen graag zien dat ze elkaar allemaal over het hoofd schieten en zo. En wij bewijzen dat dat niet zo is. En dat kinderen vooral op zoek zijn naar iets herkenbaars, naar gezelligheid, naar warmte. Het is dikwijls jammer genoeg thuis vaak niet meer vinden. Denk ik. Samson slaapt. Ik ben er nu mee gestopt. Ja. Ik nog een weekje en ik ben er maar vanaf. Samson is zo moe. Voilà, ja, alsjeblieft. Oei, oei, oei. Geertje! Wat is er? Oh, Geert, jij bent van de trap gevallen. Ja, ik weet het, maar het is niks, ik moest toch beneden zijn. Maar wat is er nu? Oh, Geertje, ik riep je omdat wij bijna moeten beginnen. Maar je moet je niet haasten, hoor, want het beginfilmje met de koekoek moet toch nog komen, hè. Zeg Gert, ben jij ook een beetje zo'n danswonder? Ik ben een, dat zal iedereen weten, een echte danser. Ik beweeg mij als een ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Een beetje slowen, dat zal toch nog wel net kunnen? Slowen kan en ik heb net leren walsen, maar voor de rest ben ik een beetje een stijve harp.
bij de repetitie is eigenlijk het enige moment dat ik even in de zaal kan gaan zitten om eens te kijken hoe het eruit ziet. Want tijdens de voorstelling, ja, doe mee, hè, dus dat is wel handig. Actie. Taarten. Een hele goede dag allemaal, mensen thuis. En natuurlijk ook mensen hier in de zaal. Een hele goede dag allemaal. Onze zeggen niet veel, Gert. Wat zal ik eens proberen, hè, Gert? Luister. Probeer jij. Dag iedereen! Voilà, bij mij was het beter. Ja, dat is normaal, hè. Ah ja, waarom, Gert? Bij mij, hè. Oh. Hadden zij nog niet geoefend. Hoe bij jou hadden zij nog niet gefoefeld? Ze hadden nog niet geoefend. Wat wil dat zeggen, Gert? Ze hadden het nog niet gedaan. Ah, ze hadden nog niet getrompeteerd. Gerepeteerd. Ja, dat wil ik bedoelen. Ja. Juist. Ah. Maar nu hebben ze bij mij wel geoefend. Ah, ja. En nu zul je zien, bij mij is dat nu 10 keer zo luid. Ah, ja. Let op. Ja, ik zal mijn oor goed openzetten. Hè? Zet het maar open. Tok. Doe jullie best, hè. Een hele goede dag, iedereen. Voilà, 10 keer zo luid zien. Oh ja. Nee, ik vond dat het maar 9 keer zo luid was. Dus wij gaan niet. Wat de bed doet het niet. Ik moet iets heel belangrijks vragen. Oh, pardon, juffrouw. Pardon, de zus van de Gert. Oh, zeer kennis met u aangedaan. Zeer aangedaan met u kennis te maken. Zal ik misschien de eerste oefening eventjes gaan uitleggen? Ja, goed. De rek-elastiek. Hier is hij. Dit is hem, bekijken maar eens goed. Wat gaan we hiermee doen, vragen jullie natuurlijk meteen af. Maar Gert zal het even uitleggen. Hè. Het is de bedoeling dat we gewoon de elastiek uitrekken. Dus de armpjes gewoon gaan spreiden en rustig weer toe laten gaan. Geen probleem. Laat ons zeggen, een keertje of 100. Let goed op. Jullie thuis natuurlijk ook. Jullie weten nooit waarvoor het goed is. En daar gaan we. En hop! Hans Koppers, filmregisseur. Hartstikke. Filmregisseur? Jij bent ook toevallig geen stuntman, hè? Waarom vraagt u dat? Wel, momenteel ben ik bezig met een film waarin Bram Peel de hoofdrol speelt. En er zit een scène in die hij niet durft te spelen. Dus ik dacht, ik ga op zoek naar een stuntman om hem te vervangen. Meneer de regisseur, u moet niet verder zoeken, want hier staat hij. De beste stuntman van het dorp. Zo. Vlees. Uit de koelkast. Zo, en nu nog even proeven of de soep lekker is. Want het is feest in de straat.
slingers en er staat een grote tent, er wordt gedanst en de lachen en verveelt je geen moment. Er is geest voor groot en klein, van vroeg tot laat, het is feest in onze straat. Verlaten. Oh nee. Oh nee. Nee. Want een verjaardag kan niet gevierd worden zonder een grote verjaardagsverrassing. Oh. We hadden het beloofd. Ja. We hebben heel erg ons best moeten doen, maar het is ons gelukt, hè? Maar, Sophie, zij krijgen hun verrassing op één voorwaarde. En welke is die voorwaarde? Dat zij voor ons daarna nog één liedje zingen. Oké, dat doen wij. Vinden jullie dat goed? Oh, ja. Okay, Samson, dat doen we als zij ook meezingen dan. Doen jullie mee? Dan? Ja, wij dat doen mee. Oké, okay, dan leer we dan nog, eens... ik zal meedansen. Daar was ik al bang voor, ja. Zullen we? Oh, bakker, heeft u die zelf gebakken? Ja, hoor. Mooi, is dat ja, dat is Stefan. 17.800. Ja. 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 Moet ik het zeggen, hè? Dat is zo begonnen de eerste dag, hè? En toen, hè? Toen is dat zo verder gegaan. Tot vandaag, hè? Verjaardag, Sonja, dat is niet moeilijk. Je moet gewoon. Trek maar echt vaak. Maar we doen het er altijd. Hè? Voilà. Ja, ja. Voilà, dat is oké. Okay. Voilà. Ze profiteert helemaal van deze. Goed gedaan. Oké, maar dan nu voor je. Amai. Ik heb precies een rit van 6 uur achter de rug. Klein op, oh, hier blijf al met mijn broek. Hallo, alstublieft. Alstublieft. Ja hoor. Alstublieft. Is daar? Ah, maar dat is geweldig. Ja hoor. Alsjeblieft. We zijn heel veel met tv bezig en heel veel met optredens. En met optredens zie je de kinderen wel zitten, maar je hebt er niet echt een heel rechtstreeks contact mee. TV helemaal niet. Dus dit zijn eigenlijk de enige momenten dat je een echt contact hebt, dat je iets kunt vragen, dat je een antwoord krijgt. En dat is wel heel bijzonder. En daaruit leer je ook heel veel. Wow. Tot ziens, dag! Naast de Tura, die ligt hier vlak naast, is er een plekje voor een nieuwe ster. Ook voor wie zou het zijn? Ook voor legendes. Ik mag het wel zeggen, jullie bestaan 25 jaar. Oké, okay, mannen, ja, mag het of wat? Oh, joh, dat is wel zonde. Dat is zo schoon. Gaan we naar hier kijken? Ik ben nog niet zeker, maar verraad je wat erop is. Nooit, hè, dat ze u vergist hebben. Toch de tegel van Eddie Wally of zo. Amai, dat is echt. Ja, het is nog serieus. Ah, hier. Hey. Kom maar eens naar hier kijken, Jack, alsjeblieft. Ja. Ja. Hier ook eens kijken, alsjeblieft. Dank u. Mooi. We hebben onlangs Throwback Thursday gehad, waar Samson en Gert hebben opgetreden. Ik heb het op televisie gezien, ik kon zelf niet komen. Maar... Ah, dat was heel jammer, dat was een heel bijzondere aangelegenheid. En dan zeiden mensen, ja, dat is zeker iets om trots op te zijn als je met die hond heen zingt aan die liedjes en iedereen zingt mee. Zeg, Gert en Samson, jullie hebben heel groot nieuws. Vertel, maar echt heel groot nieuws. Luister stil.
Waanzinnig nieuws. Maar jij hebt er ook een klein beetje mee te maken. Het is zo dat Ketnet 20 jaar bestaat. En we wilden dat op gepaste wijze vieren. En Samson en ik, wij zullen ons steentje bijdragen. En op 30 november, beste Peter, beste luisteraars, beste studenten vooral, geven wij een concert in het Sportpaleis van Antwerpen. Hier zijn ze dan, Samson en Ketnet. Hallo allemaal! Dag iedereen! Geef het bij jou het signaal om te beginnen. We gaan beginnen. Dit is de Samson Rock, de Samson Rock. Die dansen alle honden in een hondenhok. De hele buurt dansen met ons mee. We liggen op de kappen zeg. Zingen wij niet meer mee? En waarom niet, Ken? Dan zingen zij in de zaal zo luid ze nog nooit hebben gezongen. Het dak moet eraf! Dank jullie wel voor deze fantastische avond! Zo zijn wij, want zo zijn wij. Je mag hier altijd binnen lopen, wees welkom in ons huis, want zo zijn wij. Zo zijn wij. We hebben groot nieuws. Studio 100 viert op het einde van dit jaar en begin volgend jaar 30 jaar Samson en Gert. Dat doen we met een grote show in Puurs, met alle figuren eigenlijk in de traditie van de kerstshows die er altijd zijn geweest. Het gaat een groot feest worden. We hopen dat er heel veel mensen naartoe komen, uiteraard. En we zijn er ook van overtuigd. Waarom? Omdat deze show niet alleen de naam 30 jaar Samson en Gert zal krijgen, maar ook de naam afscheids show. Dat wil zeggen dat ik zelf heb besloten om daarna te stoppen met Samson en Gert. Dus
Gert, zoals we hem daar zien met het rode hemd, zal dan voorgoed begraven worden. Dit betekent weliswaar niet het einde van Samson. Heel belangrijk. Belangrijk is wel voor ons om toch mee te geven dat iedereen die Samson en Gert nog wil zien in de originele bezetting en met de originele cast, Alberto, de burgemeester en Van Leemhuizen en Samson uiteraard, dat die dus vanaf 21 december naar de show kan komen kijken in Puurs. Als u mij vraagt waarom stopt je, ja, dat is een heel moeilijke vraag, want ik doe het nog altijd heel erg graag. Maar er zal een dag komen dat het een heel zielig gezicht zal zijn als er een oud ventje naast een pop liedje staat te zingen. En het moment dat het echt triestig zou worden, dat wil ik eigenlijk zelf voor zijn. Van Samson en Gert, dat al die generaties lang al meegaat en blijft werken. De vriendschap. De vriendschap? Oh. De vriendschap, ja. Dat is heel belangrijk in het leven. De vriendschap tussen Samson en Gert en de burgemeester Alberto en Van Leemhuizen en Octave Bolle. Dat zijn de beste vrienden ter wereld en mensen zien dat graag. Een warme band tussen mensen. Dat is ook zo. Oké, oké. Okay. Dit is de allerlaatste Samson en Gert show. Oh, Gert, ja? Maar ik ga jou wel missen, hoor. Samson, ik ga jou ook heel erg hard missen. Maar ik weet zeker dat je bij Marie een goede hand hebt. Maar ja, Gert. Dit is het allerlaatste liedje dat we zingen met elkaar. Even alles geven, en dan is het feestje klaar. Ook al stond een uur geleden, heel de tent hier op zijn kop. We zijn moe en heel tevreden, maar helaas, maar helaas, alles is op. Ik zou zo op je vertrouwen.
je handen in de lucht, want wij gaan zwaaien. Ja, oh, maar Gertje, ik heb geen handen. Dan zwaai dan met je oren, Samson. Oeiepie. Ja, Gertje. Gert, ik wil u graag bedanken voor de fijne jaren met Samson Gert die wij als kind hebben mogen beleven. De leuke liedjes, de leuke dansjes, de leuke shows, noem het maar op. Het was amusement en tot vandaag nog, vind ik. Lieve, lieve Gert, ik wil je van harte bedanken voor alle mooie jaren dat je naar Samson hebt gestaan. 30 jaar, dat is niet niks. Ik heb donderdag 31 maart, dus voor mij gisteren, heel erg genoten van de afscheidsshow. En ik kijk uit naar wat de toekomst je gaat brengen. En heel veel liefs voor mij en een dikke kus. Doei doei! Ik ben mijn hele leven precies 6 dagen ouder dan dat Samson en Gert bestaat. Dus je kan je voorstellen dat ik mijn hele leven al fan ben van mijn jeugd, van Samson en Gert. Dus daarom een groot dankjewel aan Gert. Dankjewel voor mijn jeugd. Lieve Samson en Gert, bedankt voor al die mooie jaren. Jullie waren echt een topstel. Mwah. Hey Gert, bedankt voor alle mooie jaren. Voor mij als kind veel plezier te brengen en veel succes met wat je in de toekomst nog gaat doen. Beste Gert, ja, slechts 20 seconden om je jeugdheld te bedanken. Wat ga je er dan in zeggen? Nou ja, een gemeend dankjewel voor al die mooie jaren. En ik kijk nu al uit naar jullie reunieconcert over, nou wat zal het zijn, 20, 25 jaar? Groeten van Mattie. Zwaaien. Hey Gert, in 89 leerde ik jou kennen naast Samson en sindsdien gaf je me enorm veel plezier, maar ook heel veel steun en daar kan ik je niet genoeg voor bedanken. Ik ga jou echt enorm missen naast Samson, maar ik weet dat ik jou nog ga zien en ik weet ook dat Marie dat super goed gaat doen. En nogmaals bedankt Gertje. Hey Gert, bedankt voor alle heerlijke, hilarische zomershows en bedankt voor alle prachtige kerstshows. Het was een geweldige tijd. Heel erg bedankt en we hopen dat je blijft zingen en presenteren en alles wat je graag doet. Lieve Gert Verhulst, bedankt voor 30 jaar Samson en Gert. Je bent topper voor alles wat je daarvoor hebt gedaan, maar ook alles wat je voor Studio 100 hebt gedaan. Lieve Gert, dankjewel om mijn kindertijd en die van zoveel andere mensen zo memorabel te maken. Mijn kindjes, die gaan opgroeien met Samson en Marie, maar voor ons zal jij altijd de grootste held blijven. Hey Gert, ik ben Nele. Ik wou je bedanken voor de vele leuke Samson-jaren. Ik ben een grote fan. Ik heb vroeger mijn kat zelf Samson genoemd. Ook nu zing ik nog graag mee met alle liedjes. Morgen kom ik met mijn vriendinnen naar de afscheidsshow kijken en ik kijk er super hard naar uit. Tot dan! Dag beste Gert. Dankjewel voor 32 jaar Samson en Gert. Dankjewel voor zoveel leuke afleveringen. Waar we hebben mee gelachen. En al die mooie liedjes. Waar we hebben meegezongen. Hebben genoten. Echt waar. Hey Gert, hier is Sven. Hey, dankjewel voor de afgelopen 30 jaar. Ik vind het echt fantastisch hoe je het hebt gedaan. Bedankt Gert. Zwaaien. Ja meneer Verhulst, ik wil u van harte danken voor de afgelopen mooie 30 jaar. Thuis als er iets was in mijn privékring luister ik naar jullie muziek of naar de shows en ik was weer helemaal blij. Het mooiste wat er me is bijgebleven is het Huis Anubis en dan sowieso de Efteling zomershows. En daar wil ik voor harte bedanken. Hoi Gert, Samson en Marie. Gert, ik wil je namens deze weg heel graag bedanken voor de afgelopen 25 jaar die ik heb mogen beleven met jou en Samson. En uiteraard ook het orkest. Ik ga je ontzettend missen, maar ik weet dat Marie het super goed gaat doen. En ik wens jullie allebei heel veel succes in de toekomst. En ik hoop jullie weer snel te zien. Gert, bedankt voor alles.
Je hangt zelfs nog steeds op mijn slaapkamer na 30 jaar. En hopelijk een goed Gertjespensioen. Ik wil maar één ding zeggen. Aan alle die een afscheidsshow geven, proficiat. Aan alle die niet een afscheidsshow geven, ook proficiat. Ik ga je echt heel erg missen, maat. Je hebt mij echt een goede kindertijd gegeven. Je was echt mijn held en nu ben je mijn idool. Ik ga je missen, Gert. Gert, bedankt voor alle mooie jaren. Ook al leefde ik nog niet toen jij begon. En Samson, van Leemhuizen, de burgemeester, Octaaf, mevrouw Pauline en Frida Coquette, ook bedankt voor alle mooie jaren. Dag Gert, hier een fan uit Nederland. 30 jaar Samson en Gert, wat een mooie tijd was dat. Ja, en helaas komt dan al het moois een einde. En daarom wil ik je bedanken. Bedankt dat jij samen met Samson mijn jeugd en opvoeding toch een stukje mooier hebt gemaakt. Ja, en ik wil je hierbij ook nog al het geluk toewensen. Gert, bedankt. Dikke merci. Hey Gert, ik wil jou bedanken hier vanuit Nederland voor de mooie 30 jaar. Ik heb ontzettend veel van genoten, veel gelachen. En ik wens jou nog heel veel succes in de toekomst. Groetjes. Gert, bedankt voor al die jaren Samson en Gert. Jammer dat je ermee stopt, maar laten we eerlijk zijn, ook een goed overwogen beslissing. Want wat heb je niet meegemaakt met die hond? En bij ons blijven de afleveringen en de liedjes toch wel in ons hoofd zitten. Dus nogmaals, bedankt. Dit is het allerlaatste liedje dat we zingen met elkaar. Nog heel even alles geven en dan is het feestje klaar. Ook al stond een uur geleden heel de tent hier op zijn kop. We zijn moe en heel tevreden, maar helaas, alles is op. Zwaai, 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 zwaai. Zing nu voor de allerlaatste keer met veel lawaai. Zwaai, 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 zwaai. Lieve vrienden en vriendinnetjes, bye bye. Thank you.